maar Carola, ga je mee? Ik wil naar huis. Ik wil gewoon naar huis. Oh, lieve kinderen. Willen jullie alsjeblieft voor mij wat doen? Wat wil je dan? Wat wil je dan dat wij voor... Wat kunnen wij nou voor een piraat doen? Misschien willen jullie de kaart lezen voor mij, want ik kan niet lezen. En ik ben wat kwijtgeraakt in mijn vroegere leven. Hey, luister eens, jongens en meisjes. Ik ga toch niet kaart lezen voor iemand die mij vastbindt. Ik doe het niet, hoor. Ik doe het niet. Nee. Wat zouden jullie doen? Nee. Zouden jullie gaan lezen? Is het wel een lieve piraat? Ik geloof er niks van. Ik denk dat we toch moeten gaan, Bas. Ja. Oh, alsjeblieft, lieve jongens en meisjes. Ik vind jullie zo lief. En ik heb een heel veel meegemaakt en ik wil het jullie vertellen. Hè? Zit die piraat nou te huilen? Dat heb ik nog nooit gezien. Nou, meneer de piraat, dan moet u het maar vertellen wat u wil vertellen. Willen jullie het weten? Ja. Ja, zullen we maar gaan luisteren? Moest ik altijd met mijn ouders mee. En iedere keer als ik op zee was, dan ging er een visser van mij. Nou, ik zie dat je van de opera aan het genieten bent. Ben je daar een liefhebber van? Ik vind het hier heel erg mooi. Ik zou er zelf niet naartoe gaan, maar niet zo snel naartoe gaan. Dat is de drempel te hoog voor. Maar om het hier te zien is het toch wel heel erg leuk natuurlijk. Heel afwisselend tussen alle andere optredens. En kom je hier uit Schiedam? Nee, ik kom uit Rotterdam. Dus ik ben hier naartoe gekomen om eventjes de zomerfeest is laatste dag. Ik was er nog niet geweest, dus ik wou het ook even zien. Dat lijkt me leuk. Dus, ik wens je heel veel plezier met deze galmende opera. Ja, dankjewel. Fijne dag. Er zitten hier drie meiden en ik heb net gehoord, ze komen helemaal uit Hilversum. En jullie zijn fans van de groep Fictie, hè? Al een beetje groupie girls. Hè? Ja, zeker. We hebben die jongens ontmoet een tijdje geleden en toen hadden we hun muziek gehoord. En ze waren echt acuut helemaal fan geworden. Dus helemaal geweldig. Waarom is Fictie zo geweldig? Het zijn hele aardige mensen, supergezellige jongens allemaal. En de muziek is gewoon onwijs tof, heel breed allemaal. Verschillende soorten muziek en heel muzikaal. En het is gewoon heel gezellig allemaal.
Wat voor soort muziek maakt Fixie? Ja, bijna alles door elkaar. Reggae, ska, ja, een beetje rock. Rock, van alles door elkaar. Hoe komt het nou dat jullie Fixie hebben leren kennen? Want ja, jullie wonen in Hilversum en het is een Schiedamse plaatselijke groep. Hoe komen jullie zo dat je deze jongens, dat jullie daar fan van zijn? Nou, we waren op Buitenkunst. Dat is een soort kamp, was, zeg maar. In Drenthe was dat. En daar waren die jongens toevallig ook, een aantal van die jongens. Dus toen hadden ze gezegd dat ze een bandje hadden. En toen hebben we die muziek gehoord. Nou, we vonden het hartstikke leuk. En toen hadden ze een optreden in Gorinchem. En toen mochten we mee met de Fixiebus. En nou, toen was het echt helemaal geweldig. You get inside us, it's like streaming water.